Veenhonneke. Ik woon al 16 jaar in Venlo, dus niet in Arnhem, maar ik heb eigenlijk nog nooit wat hier in de regio gedaan. Ik ben bedrijfskundige. Ik heb jaren bij Rijkswaterstaat gewerkt, sinds ongeveer niet meer. En ik ben op zoek naar een thema als ZZP'er en ik hoef op zich nu niet direct nog op te leveren, maar dus ik zoek iets waar ik dan weer aan kan verbinden. Waar ik mijn vaardigheden kwijt kan en die is helpen dingen te ontwikkelen, mensen en ideeën te verbinden. En een van de richtingen waar ik aan denk is duurzaamheid. En een ander vanuit recente eigen ervaring is zorg. Dus toen ik van Jan vorige week of zo het eerst ontmoette, kwam daar iets uit van, goh, er is hier vast wel wat te doen. En daar was ik hier. Leuk. Dan zal ik een stapje nog afnemen. Ik kijk mezelf wat is vallen. Ik ben Gerrit, ik woon hier in Arnhem. Ik heb nu een jaar of drie een meubelmakerij. Een meubelmakerij. In twee maanden geleden zou bij Winkels van Sintes, een goed met sociaal netwerk, zal ik in een workshop durven te vragen. En toen riep ik van ja, ik maak graag tafels, vind ik leuk. Ik wil dat ook wezen, wat koppelen aan maatschappelijke activiteiten. Ja, en toen ineens is alles heel snel gegaan. Ben ik met de nieuwsgroep mee bezig met een dialoogtafel. Vanuit resthout tafels te maken. En dat en op een gegeven moment riep ik van, maar hoe zou het zijn als we een coalitietafel gaan maken om leiders of politieke mensen aan de tafel te krijgen met ieder ook zijn stukje hout. Ja, dat is er langzaam aan het broeien. Wat ik merk waar ik energie van krijg is toch wel het thema verbinden. Het zit een fysiek in het hout ook al. En ja, ik zou het gaaf vinden als je gewoon overal in Nederland of verder plekken waar mensen met een stukje hout de boel gaan verbinden en met elkaar in gesprek. En een van de andere projecten, daar heb ik Rob Kraus daar ook ontmoet bij Sintens. Dus vooral ben ik de lichtboom aan het maken voor een duurzaamheidsproject. Daar wil ik eigenlijk ook nog maar de helft niet van wat dat moet worden. Maar, dus ik ben wel lekker dingen aan het maken, maar ja, koppel dat een beetje in een wat breder perspectief. En, dat vind ik leuk. Nou, ik ben Henk-Jan Panneman, ik ben grafisch ontwerper. Ik merk dat in mijn vakgebied is duurzaamheid altijd wel een thema wat speelt. Vooral de laatste tijd komt dat eigenlijk meer tot uitdrukking. Heel veel van mijn opdrachtgevers die zitten ook een beetje in de hoek, in de groene sector of overheden. Waarbij toch of natuurbeschermingsorganisaties, ja, dat duurzaamheid speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ik vind het zelf ook interessant, belangrijk. En ik was eigenlijk meteen geïnteresseerd toen Gianne met dit mailtje kwam. Ik dacht, nou, ik wil kijken of ik daarin kan bijdragen. Nou, mijn naam is Iski Seulemes. Ik ben één deel van tweekeer.nl. En de andere zit aan de overkant. En wij zijn een full-service marketingbureau omgedoopt tot. En wat we eigenlijk heel erg doen en heel erg van houden is actiemarketing, dus echt in beweging zetten en brengen. En dat verbinden, dat spreekt me ook ontzettend aan. Ik ben niet zo van het duurzame, want ik vind het een beetje een overwerkt, ja, dat woord wordt gewoon wel te veel gebruikt, net als out of the box. Maar dus echt in beweging brengen, actie en verbinden van mensen, daar hou ik van. Ik ben Sine Pronk, betrokken bij project Ecovrede. We zitten in het gebouw van voormalig Rijkswaterstaat in Presikhaven op het moment. We zijn eigenlijk begonnen met Arnhem Noord om te kijken of we daar een ecologisch project zouden kunnen realiseren op het voormalig militaire terrein met een flink aantal mensen. Dat willen we eigenlijk nog steeds. Dus een ecologische woon-leven-werkgemeenschap. Waarin je eigenlijk als voorbeeldfunctie laat zien dat als een mens in een samenleving zijn contact met de natuur kwijtraakt, dat het boel ontspoort. En eigenlijk dus een dubbele boodschap. Aan de ene kant laten zien dat het verbinden met de natuur in wezen heel erg makkelijk is. De
het opnieuw verbinden. En dat dat in de praktijk dus kan door te zorgen dat je ecologisch bouwt, zorg dat je een goede waterkringloop hebt, zorg dat je natuurvoeding en dergelijke dingen gebruikt en je band met de natuur herstelt. Dat kan dus in wijken, in steden. Het gaat ook over eetbare tuinen, over eetbare parken, over eetbaar landschap. En waarbij je dus eigenlijk zegt, waarom moet in een park alleen maar prikstruiken staan en berkenbomen? Waarom zet je daar niet appels, noten en dergelijke dingen hier? Wat ook voor bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld uit Turkije of andere landen komen, eigenlijk iets wel vertrouwd is, maar dat heel normaal is dat je je fruit en voedingsgewas gewoon in de buurt hebt. Dus de inrichting van een andere samenleving in alle facetten, waaronder ook een ander geldstelsel, een lokaal geldstelsel, waarin je eigenlijk een stimulering krijgt van de lokale economie. Nou, dat is eigenlijk dus project Ecovrede. Een kaartje voor wie dat wil. En we zijn een non-profit organisatie, doen alles met vrijwilligers. En zijn dus zeer betrokken bij dit onderwerp en bij wat daarin mogelijk is. Mijn naam is Rob van Spang en ik heb Gianne leren kennen omdat ik vrij veel dingen aan het doen ben. En een daarvan was met allochtone vaders. Toen werden we aangemerkt als goede doelenorganisatie Vaders Actief. En mochten hier voor 8 uur overgewerkt komen voor website en allerlei marketing tools om met die vaders wat te gaan doen. Daarnaast zorg ik ervoor dat we daklozen voor de Homeless Cup aan het scoren zijn. Zijn we bezig met een millennium project. En 1 juli is er een soort millenniummarkt waar we ook weer van alles aan doen zijn bij het stadhuis. Mijn nieuwsgierigheid is vooral gewekt van 7 dagen. Waarom 7 dagen en wat de thema's zijn en hoe je dat dan ook gaat organiseren met z'n allen. Want ik heb wel gezien dat er heel veel mensen achter zitten die ook echt alle nieuwe media en alle nieuwe methodes gebruiken om zoiets te organiseren. Dus tegelijkertijd wil ik graag meedoen, maar ik ben ook nieuwsgierig van hoe dit jullie dat nou eigenlijk doen.